Voorzitter Michiel F. van Ginkel van de Tuinbouwondernemersprijs is op de koffie bij Prominent, omdat de telersvereniging deze maand haar 25-jarig jubileum viert. We staan hier op jullie locatie waar jullie 20 jaar geleden zijn begonnen als Prominent. Op deze mooie locatie. Die gaan jullie verlaten omdat jullie uit je jas zijn gegroeid. Kun je wat vertellen over de nieuwe locatie waar jullie naartoe gaan? Samen werken, heel belangrijk punt bij ons. Ondernemers hebben ook de stap gezet om samen te gaan ondernemen. Dus in het verleden inderdaad hier gezamenlijk een kleinpakbedrijf neergezet en ingeïnvesteerd. Maar behoorlijk doorgegroeid de laatste jaren in areaal, maar ook in allerlei verschillende segmenten die we telen voor de markt. En de kleinpak is daardoor heel sterk toegenomen. Dus daarom hebben we de keus gemaakt om een nieuw DC te gaan bouwen. We werken niet alleen samen binnen Prominent, maar ook binnendoor, waar de verkoop en marketing plaatsvindt en ook allerlei andere activiteiten. En we hebben besloten om ook de nieuwbouw, het nieuwe verpakkingscentrum, samen met de andere productgroepen vanuit door te gaan doen. En dit najaar wordt het pand in gebruik genomen. We zien dat de klantvraag toeneemt, ook naar kleinere eenheden. De consument vraagt om kleinere eenheden. Dus om verschillende redenen is de kleinpak stevig toegenomen. Dus kunnen we ook vanuit één locatie de diverse klanten gaan bedienen, dat we nog meer service kunnen leveren.